Welkom bij Gelderland Zomerland. Op dit moment ben ik in Radio Kootwijk, een klein plaatsje. En van Radio Kootwijk ga ik richting Hoog Soeren. En daar ga ik een jachtchalet bezoeken. En daar kun je nog echt wild zien. En dat is ook van de koninklijke familie. Onderweg ga ik ook een oude echoput bekijken. En uiteindelijk ga ik een heel mooi, bijzonder museum in Apeldoorn bezoeken. Maar nu eerst moet ik nog naar beneden. Edwin. Ik ga jou daarbij helpen. We gaan abseilend van deze 40 meter hoge watertoren in Radio Kootwijk gaan we naar beneden. Wat? 40 meter. Wordt dat goed? Dat is daar naar beneden. Ja. Oké. Oké, Fleur. Hey, weet je wat je doet? Hou de reling, hou je vast. En uiteindelijk ga je hier tussen deze twee lijnen ga je staan. Ik lach wel. Ik vind het niet grappig. Oh. Ja, prima. Why people, why? Rustig afstappen. Prima, oké. Nou, helemaal goed. Een beetje wat korter voor je maken. En als jij het helemaal, als het ware, zou verpesten of laten afweten, dan kan ik je met dit systeem kan ik je gewoon nog laten zakken. Okay. Dus in principe is er niks aan de hand. Maar in principe ga je het, gewoon lekker zelf doen. Ik zal het touw er eventjes in maken voor je. Edwin, ik heb een beetje buikpijn. Buikpijn, ja, dat is heel normaal op 40 meter hoog. Als je voor het eerst gaat abseilen. Ga je met je rechterhand nu deze lijn vastpakken. Ja, oké. Loop maar weer een beetje naar achter. Ja, iets verder. Nou, je moet er nog meer in hangen. Helemaal lekker hangen. Maar ik hang. Ja. Ik heb al verteld dat ik hoogtevrees heb. Ik neem dat heel snel van je aan. Dat geloof ik. Ik durf ook niet achterom te kijken. En het grappige is, er staat hier een cameraman naast me. En die vindt het ook echt doodeng. Vind je niet eng? Ja, hè? Oh, oké. Ik ben er klaar voor. Fleur, net zoals we net een beetje geoefend hadden op die balk, zet je tenen dat over de... Dat toch heel anders. Tenen op de rand en je hakken eroverheen. Oh my god. Nu laat je je hakken staan en ga rustig doorgeven. Maar hij gaat niet te snel. Rustig doorgeven. Prima. Oh. Oké. Beetje doorgeven. Doodeng. Ja, gewoon lekker laten zakken. Dat deed ik net ook al. Goed. Oké, Fleur, dat gaat prima zo. Ja? Niet al te hard. En dan gaan we snel een stukje naar beneden. Goed. Ja, prima. Oeh. Oh, ik denk dat ik nog nooit zo blij ben geweest dat ik op de grond sta. Ik maak er vast even los. Ja, doe maar. Oh. Spannend, man. Ja. Nou, ik ben blij dat ik beneden ben gekomen. Dit is een watertoren en die is in 1922 gebouwd. En die hoort bij het zendcomplex van Radio Kootwijk. De zendtoren die staat daar. En die is in 1929 heeft koningin Emma daarvoor het eerst naar Nederlands-Indië gebeld. Ik denk dat ik mijn moeder even ga bellen. Sinds 1998 is dit zendstation niet meer in gebruik. Nu zoeken ze een nieuwe bestemming voor dit gebouw. Alleen dat is natuurlijk wel een beetje moeilijk voor zo'n immens gebouw midden in een natuurgebied. In de maanden juli en augustus kun je hier ook een tentoonstelling bekijken. Wider View on Cultural Landscape Challenges. En wij gaan nu naar Hoog Soeren. In 1861 liet koning Willem III een jachtchalet bouwen en dat deed hij hier op deze heuvel. En hij noemde het aardhuis. Dit aardhuis werd zo genoemd omdat ze dachten dat in die heuvel waar het jachtchalet op is gebouwd mysterieuze wezentjes wonen, namelijk de aardmannetjes. Vandaar de naam aardhuis. En dit zijn ze dus, de aardmannetjes. De koninklijke familie gebruikte dit chalet om uit te rusten na de jacht. En 20 jaar geleden heeft koningin Juliana het hele chalet weer laten renoveren. Dus het ziet weer net zo uit als 150 jaar geleden. Maar je kunt hier ook dieren in het wild bekijken. En mijn gids, José van der Wees. Ik zag je al. Hallo. Dag Fleur. Jij weet alles van wilde dieren? Ongeveer. Ik ben wel benieuwd. Ja? Zullen we maar gaan dan? Graag. Nou, dan gaan we eens kijken. Edelhecht. En dan zien we wat damhechten er tussendoor. Ik zie er wel twee met z'n drie eigenlijk met zijn enorme geweien. Het zijn enorme geweien, ja. Het zijn echt grote geweidragers. En die gaan straks ook het gevecht bepalen. En daar gaat het hard aan toe, hè? Ja, heel hard. Zijn deze herten nou allemaal uitgezet hier? Deze zijn door prins Hendrik zijn de edelherten uitgezet in het kroondomein. Ja. Sindsdien hebben we hier weer edelherten. Ook de wilde zwijnen. Want rond 1895 zeg maar, waren de wilde zwijnen hier uitgestorven door overbejaging. En vroeger kwam de koninklijke familie hier toch jagen? Vroeger wel, wel. Die kwamen hier dan jagen? Nou, komt nooit iemand jagen. Hier komt helemaal niemand jagen. We zijn hier op het aardhuis. Ja. Hè, en hier komt niemand jagen. En komt de koninklijke familie nog wel eens langs? Nee. Dat doen ze niet. Nee. Oké. Maar... kijk. Ja, nou, die zijn heel erg tam. Oh, mag ik hem eens... Oh, jij mag even kijken. Ja? Mag ik het iets dichter bij? Dan kan je dus heel goed zien dat, dat er al een aantal herten geveegd hebben. De hofstrooien. De wilde zwijnen. Oh, ik zie ook echt kleintjes ertussen. Ja. En wat heb jij nou in je hand? Want dan loop je de hele tijd om mee te spelen. Ik heb hele mooie de houwers van de wilde zwijnen. Kijk, kan je vooral bij hebben die mannetjes vooral heel groot. Ja. Dit zit in de onderkaak. Dit zit in de bovenkaak. En ze slijpen dus hun eigen houwers of geweren, worden ze ook genoemd. Slijpen ze dus scherp. Zie je dat? Oh. Daarom is het ook zo erg als je dus door een varken aangevallen zou worden. Dat gebeurt niet vaak. Ja, dan kan je wel voorstellen dat zijn enorme winkelhaken die je dan hebt. Hè? Waarom worden de dieren hier een beetje bijgevoerd? Nou, er wordt hier bijgevoerd vooral eigenlijk de hechten voor de zichtbaarheid voor het publiek. Mensen komen naar een wildpark en die willen graag hechten zien. En vooral de edelherten die verstoppen zich altijd als ze mensen zien. Ja. En nu komen ze dus, sinds kort komen ze dus tevoorschijn omdat ze weten van er valt wat te snoepen. Maar de wilde zwijnen moeten wel bijgevoerd worden. Maar ik kan je voorstellen dat hier... Dat hele terrein is al volledig doodgewroet. Okay. Dus wat ze in de grond zoeken, Dat zijn dus engelingen, pissenbedden, duizendpoten, regenwormen. José, ik vond het heel erg leuk. Dankjewel. Ik ga nog even rondkijken. Doe dat. Ja? Doe dat en veel plezier nog. Dankjewel. Dan ben ik aan het wandelen en dan kom ik jou ineens tegen, Frans. Ja. En dan ben ik ineens tussen allemaal roofvogels beland. Want eigenlijk vroeger, voordat we geweren pistolen hadden, zetten we roofvogels uit. Dat werd in 1861, werd hier door koning Willem III in 1861 gejaagd met slegvalken op de reigers. Wat voor vogels hebben jullie allemaal? We hebben uilen, gieren, buizerds, arenden en valken. En wat doen jullie nou precies? Wij geven hier 2 keer roofvogeldemonstratie voor mensen. En ik vertel waar de valkerij vandaan komt, wat het van vogels zijn, waar ze vandaan komen, wat we daarmee doen. Maar zullen we dan eens beginnen met mij te laten zien hoe de valkerij werkt? En ik wil wel zo'n demonstratie. Dus jij bent met de valk vliegen? Nou, laat de valk vliegen dan. En dan blijf ik gewoon aan de grond. Dat is goed, maar dat doen we. Wel kijken. Dat is goed. Dit zijn de kuikens, de eendagskuikens die wij de valk geven als hij gevlogen heeft. Oh nee. Ja. Oh ja. Okay. Het is helemaal niet vies, want ze worden ook gebruikt in dierentuinen. Roofvogels lussen geen brood met pindakaas. Dat lussen ze niet. Nee. Het zijn aaseters. Ja. De dode duif aan de touw. Dit is de loer. Oh, je aasgier wordt helemaal gek. Die denkt, lekker, lekker, lekker. Hier moet die valk opkomen zo dadelijk. Dat is echt? Dat is echt. Oké. Okay. Dan krijg je een zender aan. Ja, Frans en Marga, jullie werken samen, man en vrouw. Samen. Ja hoor, dat is leuk. En de zender is om. Daar gaat hij. Oh, spannend. Dus hij probeert hem eigenlijk te pakken? Hij probeert hem te pakken en dat is het spreekwoord iemand de loer draaien. Nou, als ik hem dadelijk binnenhaal, dan gooi ik die loer omhoog en dan probeer ik hem te laten pakken. Hè. Let op, hè. Ja. Ik gooi hem dadelijk omhoog. Ja. En die heeft hem. En nu ga ik er naartoe met de volgende truc. Ik laat hem nu dadelijk overstappen. Want als hij die duif helemaal op heeft, kan ik morgen niet vliegen. Dan zit hij te hoog in zijn gewicht. Ja. Vandaar die kuikens. Die schuif ik onder de valk. En dan zul je zien dat hij dadelijk overstapt. Als hij zin heeft, stapt hij over. Nou, dat doet hij dadelijk wel. Kijk, dan laat hij hem los. En zo doen wij het ook als wij gaan jagen. In Schotland of in Engeland. En die heeft prooi geslagen. Zo halen wij ook de prooi van een havik onder een havik vandaan. Je at met een hele pootje op. Ja, hier Snikkie, pak hem dan. We staan bij de kapschuur Varik, een oude kapschuur. Met een mooie boomgaard erbij met schaapjes eronder. Aan de andere kant hebben we de moestuin. En we gaan vandaag vroeg een sliptongetje frituren. Die gaan we vullen met notensla, rucola en daar doen we wat kruidenboter in. Vraag aan je visboer of hij het sliptongetje voor je fileert. Dat is wel handig. Aan één kant in laten snijden door de visboer. Openklappen dat je dus een soort colbertje krijgt. Het heet ook eigenlijk sol colbert. Andere kant. Openklappen. Daarna netjes zouten. Laat de peper weg bij witvis. Vind ik vaak te sterk. Even in de bloemdrukker. Even een prikkertje om het colbertje vast te zetten. Daarna door het eibeslag. En in de paneermeel. Als dat gebeurd is, kunnen we doorgaan met frituren. De vis in de pan leggen. En laat hem rustig bakken. Dun visje heeft weinig tijd nodig. Oké, ga ik hem omdraaien. Oké, visje is nu gaar. Haal hem uit de pan. Leg hem even op een stukje vetvrij papier. Dep hem iets af. Nou, probeer in één keer de hele middengraad eruit te trekken. Dat gaat als volgt. Als het goed is, gaat dat in één keer. En je hebt het graadje eruit. Alsjeblieft. Vergeet de stokjes niet. Of je moet een hekel hebben aan je buurvrouw. Dan laat je er natuurlijk in zitten. Visje terug op bord. Pak wat rucola of notensla. Leg dat in de sol colbert, dus het is eigenlijk een colbertje. Die erin. Pak wat kruidenboter en laat het er lekker in smelten. Eet smakelijk. Eet smakelijk van de sol colbert. We moeten ook nog landbouw bewerken. U wilde een stukje proeven, mevrouw? Ja. Nou, dan halen we er een stukje tussenuit voor u. Klein stukje kruidenboter erop. Alsjeblieft. Nou, kan ik het zo met de hand? Ja hoor. Nou. Heel voorzichtig. Heerlijk. Lekker gebakken visje, hè? Ja, heerlijk. Goed zo. Nou. Alsjeblieft. Dankjewel. In Hoog Soeren kun je wandelen, fietsen, maar ook steppen. Even kijken. Ik weet niet of u het zich nog kunt herinneren, maar vroeger stond hier langs de Amersfoortseweg een echoput. En in de jaren 50, 60 kwamen veel schoolkinderen tijdens hun schoolreisje een bezoekje brengen. Alleen, ik kan hem nu niet vinden. Tenzij hij in het huisje zit. Even kijken. Oh. Dan maar op zoek naar de sleutel. Hallo, hey. Sorry dat ik stoor. Het is ja, Fleur, de echoput, die zit toch in dat huisje? Ja, dat klopt. Maar die zit op slot. Oh, en ja. U zou er graag in willen? Ja, ik dacht, ik ga eventjes kijken. Daar heb ik wel een sleutel voor, hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Ja, ik ben even de wijn voor de lunch mee aan het selecteren. Of ik dit mijn gasten wel voor kan zetten. Oké. Wil je het slokje proeven? Ben ik toch bezig. Het is heerlijk, dit. Nou, ja. Gezondheid. kan hier nog wel even blijven. Maar dit is de sleutel? Ja, dit is de sleutel van de deur naar de put toe. Okay. Heb je zelf ooit wel eens een keer een wens gedaan in de echoput? Jazeker. Ja? Maar ik mag niet zeggen welke. Nee, anders komt hij uit natuurlijk. Okay. Nou, dankjewel. Ik ga eens even kijken. Succes ermee. Joe. Wie is de burgemeester van Wezel? Wezel, Wezel. Hoeveel kinderen heeft tante Stien? Nou ja, je weet maar nooit. Gelderland Zomerland. Deze echoput hebben we te danken aan deze man, Lodewijk Napoleon, de broer van de Napoleon. In de 19e eeuw hielden de Fransen Nederland bezet en Napoleon benoemde zijn broer tot koning van Holland. Zelf kon hij dat niet zo heel erg goed uitspreken en hij noemde zichzelf konijn van Hollande. Nou, erg grappig. En hoewel de man er een beetje streng uitziet, was hij eigenlijk best goed voor de Nederlanders. Hij bracht namelijk het muntstelsel in, watervoorziening en legde wegen aan. Onder andere deze route en die leidt naar Berlijn, Londen en Moskou. Ik denk dat ik voor de richting Moskou ga, dan kom ik vast wel langs Apeldoorn. Jan Fase, die is al in Apeldoorn, die is op zoek naar bijzondere architectuur. Tot ver in de 19e eeuw was Apeldoorn een afgelegen dorp midden op de Veluwe. Het jachtslot, Paleis Het Loo, het jachtslot van de Oranjes, gaf aan Apeldoorn landelijke bekendheid. En het isolement werd opgeheven toen de spoorlijn kwam in 1876 en Apeldoorn aan het spoor kwam te liggen tussen Zutphen en Amersfoort. En toen werd Apeldoorn een plek waar het interessant was om te gaan wonen. De baksteenfabrikant Van der Hoeven van Oort die speelde heel handig in op die sterk toenemende behoefte om buiten te gaan wonen. Hij kocht landgoederen op tussen het station en Paleis Het Loo aan die kant en die verkavelde die. En als je bij hem een kavel kocht om je eigen villaatje op te bouwen, moest je wel bij hem ook de bakstenen kopen. En zo ontstond vlakbij het centrum van het oude dorpje Apeldoorn een uniek woongebied. Inmiddels is het ook een beschermd stadsgezicht, de parken. En voor wie was het nou leuk om hier te gaan wonen? Bijvoorbeeld voor mensen die in Indië in de tropen hun geld hadden verdiend. En die bouwden hier op allerlei plekken in de parken hun villa's. Met prachtige veranda's, dakterrassen, zoals ze dat van vroeger uit Indië gewend waren. Het mooie van de parken is dat het in korte tijd ontstaan is, dit woongebied. En zo kan je in een periode van een jaar of 40 volgen wat de verandering is in de smaak van mensen die een huis wilden bouwen hier, een villa wilden bouwen. En dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de ontwikkeling van de architectuur, architectonische stijlen en architectonische modes. De eerste villa's die hier gebouwd werden waren neoclassieke, 1870 ongeveer. Dit is een voorbeeld. Belangrijkste kenmerken: het is geïnspireerd op de klassieke oudheid van de Grieken en de Romeinen. Sterk symmetrisch, een centrale as, wit gepleisterd. Die hoeken, die pilasters op de hoeken, die zware soort kolommen die geïnspireerd zijn op die klassieke kolommen. Hele brede daklijsten, allemaal kenmerken die echt typerend zijn voor de neoclassieke architectuur. En hoewel dit huis in zijn hoofdopzet neoclassiek is, is het heel interessant dat er toch al elementen aan te wijzen zijn die eigenlijk duiden op de architectuurstijl die erop zou volgen. Veel huizen in de parken worden gekenmerkt door een mengstijl als het om architectuur gaat. Dit huis, Casablanca bijvoorbeeld, is typisch een voorbeeld van de chaletstijl. En dat is een stijl die rijke mensen uit Zwitserland kenden. Maar er zijn ook allerlei voorbeelden, elementen van Jugendstil in dit huis te vinden. En de Jugendstil was een reactie op de strengheid van het klassieke bouwen. En de belangrijkste inspiratiebron was de natuur. Vogels, dieren, planten. met prachtige gebogen lijnen overal in de details. Bijvoorbeeld in die prachtige ramen bovenaan de trap. En mocht ik u nou lekker gemaakt hebben en mocht u zelf in de parken willen wonen, dan moet u er wel snel bij zijn als er iets te koop komt. Want de huizen zijn hier zeer gewild. Hier in deze woonwijk in Apeldoorn moet een museum zijn. En een bijzonder museum. Volgens mij is het hier. In de zevende hemel. Ik kom binnen en mijn mond valt open. Het zal best zijn. Hoe ben je zo begonnen? Ja, op mijn 15-jarige leeftijd. Ja. Ja. En dan eerst begin je met een heel klein poppetje en een kerststalletje. En van een kerststalletje dan begin je met een paar kabouters. Sinterklaas, heel belangrijk voor mij. En nou, je ziet wat er van gekomen is na zo'n 35 jaar. Oh. En waarom is Sinterklaas zo belangrijk voor jou? Ik geloof nog steeds in Sinterklaas. Zou ik ook doen. Ja, het is natuurlijk wel een traditie en iets in heel Nederlands. Een Hollandse traditie vanaf ongeveer al 1300. En ik denk dat dat een traditie is die nooit van zijn levensdagen uit Nederland verdwijnt. Wat is nou jouw favoriete object? Favoriete object is denk ik toch wel iets uit Sint-Nicolaas. Ja? Ja. En daar staan we eigenlijk al heel dichtbij. En dat is het Pietje wat je daar ziet staan. Die heeft dus vroeger in de etalage van een winkel gestaan. En als je heel goed kijkt, zie je ook de ogen bewegen. Maar dat is wel een van mijn mooiste objecten. 1920, 1930 ongeveer. Wat ik hier ook heb is ook heel erg leuk. Een oud kindergrammofoontje. En daar gingen dus kleine grammofoonplaatjes op van Bakkeliet. Dus de voorloper van de cd. En misschien dat jij hem even vast kunt houden. Dan draai ik even het pick-upje op. Nou, dan zetten we het plaatje op. Mooi, hè? Heel leuk. Kijk, toen waren het nog niet de Leidse sleuteltjes, maar toen had je een of andere meneer, een volkszanger. En die zong dan zo'n liedje. Wat is nou jouw eerste ding wat je hebt verzameld? Een kerststal. Daar is alles mee begonnen. Ja? Ja, dan gaan we even naar de kersthoek toe. Ja. We moeten nog wat verder de hoek in. En dan zie je hier alle kerststallen staan. En dan is dit eigenlijk de eerste kerststal die ik gekocht heb. En ook eigenlijk het eerste object. Daar is het wel mee begonnen. En dat kwam omdat ik zo dolgraag een kerststal wilde hebben. En wij hadden er thuis geen één. Dus toen kocht ik hem zelf. En ja, er was wel gelijk een beetje commentaar van de familie. Want ze zeiden van, Jezus heeft een nog groter hoofd dan Maria. Hij heeft wel een beetje een waterhoofd. Ja, maar het is dus wel origineel. Hè? Jezus is de belangrijkste figuur, ja, in de kerststal. Maar het is nog wel steeds, hij staat op pontificaal, hè? Op een mooie plek. Hij is ja, toch mijn eerste object. En dan een tweede kerststal en een derde kerststal. Uitverzameld raak ik nooit. Nee, ik denk dat als ik niet meer kan verzamelen, ja, wat heb ik dan nog voor lolletje? Ja, dus dat weet ik zal niet. Later in de rolstoel zijn ook nog naar verzamelmarkten en naar beursjes en tegenwoordig op internet. Hè. Nou, na vandaag snap ik het wel waarom de koninklijke familie hier zijn buitenverblijven had. Maar het allerleukste van vandaag denk ik toch dat het die enorme roofvogel op mijn arm was. Wilt u zelf ook roofvogels kijken? Dan kan dat dit weekend. Tijdens de roofvogeldemonstraties op slot Loevestein in Poederrooien. Houdt u meer van planten? Dan bent u zondagmiddag aan het goede adres in de oude moestuin in Brakel. Tijdens de open dag kunt u bloeiende bloemen en exotische planten bekijken. Bij de molen in Gorssel kunt u zaterdagmiddag het ouderwetse oogsten en dorsten nog eens meebeleven tijdens de Gorsselse Dorstdag. In Zevenaar kunt u nog het hele weekend naar het Film- en Podiumfestival Buitenblik. Met optredens en films in een pipowagen en een oude spiegeltent. Zaterdagnacht is er een gedeeltelijke maansverduistering. In Natuurcentrum Veluwe geeft een sterrenkundige uitleg en als het helder is kunt u met de telescoop naar de verduistering kijken. En zaterdag is er in Ermelo de Nationale Tuigpaardendag met keuringen en shows van tuigpaarden. Lieve sterren, vandaag was een dag vol spanning en leuke dingen. Het begon met het afzeilen van een 40 meter hoge toren. Daarna wilde dieren gezien en gevoerd. En als laatste een museum bezocht vol speelgoed. Dat zou jij wel leuk vinden. Liefst je tante Fleur. PS, fijn dat je zaterdag kon logeren met Vint samen.